Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe video van mij. Het is 4 uur in de ochtend, 4 uur 's nachts en hier 5 uur. De maan die staat hier nog ergens aan de hemel. Oh, die kun je eigenlijk niet zien. Komt langzaam op. Ik ben een beetje aan het schreeuwen, want er is heel veel lawaai om me heen. En zullen we gewoon gelijk laten zien wat we gaan doen? We gaan zoiets vets doen. Oh mijn god, ik vind het best wel spannend. Ah, wacht, zo, kom erbij. Zo. Sophie is erbij en nog heel veel andere lieve mensen. Ik ben zo blij dat we dit toch gaan doen. Ja, ik vind het ook wel heel leuk. Jongens, Julian is er ook. Kom hier, kom hier. Dit is Julian, lieve mensen. Zij is er ook bij en wij zijn... Wij gaan samen ten onder. Dames en heren, weet je wat we gaan doen? Lau. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heb jullie niet eens verteld, ik ben op dit moment in Turkije. We zijn gisteravond gevlogen. We zijn in... Oh mijn god. Wat is dat ding groot. Wow, wat is dat ding groot. Kijk dames en heren, ik heb nog hier een heerlijk ding in de vroege morgen. I know. Komt op me af. Wow, oké. Ik vind het wel een beetje spannend, ga ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het heel leuk dat we wel gaan met z'n allen. Ja, superleuk. Heel leuk. En ik denk dat het zo mooi kan zijn, het uitzicht. Nou, die bomen op de achtergrond, super schoon. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wanneer ga je nou zoiets? Over de bergen? Ja, nee, dat is waar. Met 100.000 andere ballonnen, dat ga je nooit meer doen. Sereen? Heel tof. En als we gaan, gaan we met z'n allen. Ja, zo. Oh, we moeten aan de voorkant. Maar moeten jullie kijken jongens, zoveel ballonnen gaan hier al de lucht in. Oh lekker, heerlijk die warmte. Wauw. Oh mijn god, ik vind het echt heel spannend, ik vind het echt spannend. Er zijn heel weinig dingen die echt kunnen misgaan. Als er iets aan de hand is, dan stort je gewoon wat harder neer. Er is 10 jaar geleden voor het laatst iemand dood gegaan. Nou ja, let's go. Wat denk je ervan? We gaan er geen spijt van krijgen. Nee? Nee hè? Het is gewoon dope. Ja, het is gewoon mooi hè? Oké, let's go. Oh, we zweven. We zweven. We zweven. Over je vlak! Oké, en we're off. Bijna niet eens het idee dat je in een luchtballon. Maar dat bedoel ik. Oh, Jesus. Oh, dat voelt heel. Wil je dat nog een keer zeggen? Dat voelt heel piek. Heel vredig. Ja. Alsof ik op een ruimteschip ben. Dat ik zo naar voren zweef. Zo. Je voelt nergens een motor inderdaad. En je hangt gewoon ja, op dit nalan. Maar als dit ding dus stil is, hoor je helemaal niks. We hebben wel de leukste ballon, hè? We hebben allemaal palmbomen op deze ballon. Nee. Ja, een kaspot. Hebben wij palmbomen op onze ballon? Dit is het punt dat ze denken. Oh. We gaan even de lucht in. Mensen manipuleren. Ja. Kijk nou, we zitten gewoon eigenlijk boven een andere luchtballon. Kijk, de zon. Is het? En dan komt die andere ballon ervoor. Hey, top jongens dit. Sunrise. Kijk nou jongens. De zon. Oh. Maar ik vind het, ergens vind ik het wel tof dat we tussen al die andere dingetjes hangen. Kijk jongens, dat is de hoogste berg. We call it Mother of Cappadocia. Dit is de grootste berg. Oh, wacht, ik even eentje. Around 400 meter from the ground. Gewoon boven een ballon. Jeez. Oh, oké. Okay. Ik hou de camera over de rand, maar zelf hang ik in de bandje, want ik vind dit een beetje een ding. Ben ik toch een pussy eigenlijk? Oké, okay, we zijn inmiddels... Oh.
heel hoog. Maar het is heel mooi of zo. Jij wilde ook niet. Nee, maar ik ben wel heel blij dat, toch dat we toch zijn gegaan, hè? Ja, we zijn echt met z'n allen. Ja. Ja, we gaan. We gaan hopelijk de goede kant op gaan. En we zijn aangekomen in een dorp in het steen. Maar in de rotsen? Kijk, de temperatuur voor de wijn. Ja, dat is het blijkt dus zo te zijn dat in dit gebied, het is allemaal vulkanisch gebied, zijn ook hele zachte rotsen. Het gaat hier op zijn diepst tot 12 verdiepingen onder de grond. Dus het kan zomaar zijn dat hier een heel congreszaal of wat dan ook maar in zit. Dit is 700 meter. We are landing. No position. Just hold. Pas maar in. Hè? Hold, just hold. Oh. Huh? Come on. 3, 2, 1. Woo! Woo! Oh! I wasn't ready. We zijn aangekomen bij het buffet. Een soort van gigantisch ontbijt met heel veel verschillende mogelijkheden. Maar ik heb een beetje paniek, want ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Ik heb geen idee wat dit is. Dit is boterhamborstachtig. Ja, maar het lijkt net gewoon een soort van... Is dit vlees? Worst? Bij elkaar gedrukt vlees, dat is worst. Het is gewoon een zachte gelei. Dit is tofu. Dit is kijk kaas dit dan. Met sambal. Het is fantastisch, het is gewoon een honingraad. Oh wow, ik wil er wel een stukje van. Jongens, wij zijn aangekomen in Antalya. En ik heb eigenlijk niet eens zo heel erg veel gevlogd, moet ik eerlijk zeggen. Want na de ballonvaart zijn we gaan eten. Dat heb ik inderdaad laten zien. Het ontbijt was echt fantastisch. Doorgegaan weer terug naar het airport. Er wordt chips genomen vannacht. En ondertussen hebben we weer een vlucht genomen naar Antalya. En daar zijn we net aangekomen. We zitten nu met z'n allen in de bus. En we rijden nu naar het resort toe en er is een zwembad. En dan hebben we even 3 uur soort van vrije tijd. En we gaan er gewoon even heerlijk ontspannen. Want eerlijk, ik ben wel kapot. Nee, ik ben gesloopt. Maar het is heerlijk. Want reizen en dit zien doet een mens zo ongelooflijk goed. Maar hoe gaat het? Ik ga het wel even zagen. In mijn eigen vlog heb ik dat ook. De kijkers hebben misschien niet eens door, maar we hebben volledige nacht overgeslagen. Ja. Ja. Dus we zijn nu s'avonds laat gaan vliegen van Schiphol. Ja, we kwamen midden in de nacht aan, dus 3 uur tijd. We gingen met de bus dus naar de plek waar we dus met de luchtvaart doen. Dat duurde ongeveer 2 uur. Dus van 5 tot 7, zodat je de zon zag opkomen. In een ballon. Dus je hebt een hele nacht niet geslapen, alleen maar gereisd. Ja. En dus vanuit daar naar het ontbijt en van daar weer terug naar het airport. En dan zit je dus in zo'n vlucht. Net, van 3 kwartier. Ja, helemaal gesloten. En dan word je wakker en dan ben je nog moeier dan je al was. Maar goed, we gaan dus nu onderweg naar het zout. En dat die hebben een wat hogere standaard. Dat is wel bijna leuk. Is dat hoi, ja? En de bus heeft ons afgezet bij Delphin Resort. Dit gedeelte van Antalya gaat een beetje het Las Vegas van Antalya worden. Er was voorheen eigenlijk alleen maar een soort van rietvelden en bossen. En ze hebben hier gewoon hele grote resorts en woongelegenheden gebouwd. Ze gaan er echt waterparken bouwen en ze verwachten echt zoveel meer toerisme hier. Nou, dat ze zien, want er is echt goed veel geld in gepompt. Wow, dit is mooi. Ik ben in shock. Daar schatje! Oké jongens, wij hebben onze kamer. Wij gaan lekker opfrissen. Jezus, wat is het hier mooi. Hold up! Oh mijn god. Ik ben nog nooit van mijn leven in zo'n ding geweest. Dit is echt een resort. Dit is eigenlijk, ga ik jullie eerlijk zeggen, waar mijn ouders altijd zo'n hekel aan hadden. Van die kant-en-klare hotels. Nou, ik zal jullie heel eerlijk zeggen. Prachtig. Ik vind het schitterend. Wauw.
Wow. Oh, daarachter is ook nog zwembad geweest. Wow. Wow. En daar is ook nog een zwembad. Echt? Wow. Oh, en ja. Daar is de zee. Wow. Oh my god. En ik had de badkamer niet gefilmd voor jullie. Jeetje. Be nice, be cool, be happy, be positive, be amazing. En hier hebben we dus gewoon een prachtige douche. Ready to go to the pool. Hey my love. Hi love. You ready? I'm ready. Are you ready? Ik voel me weer een toerist hoor. Heerlijk. Slippertjes, zwembroekie en ga met die banaan. Willen jullie even kijken waar wij terecht zijn gekomen? Een foodpunch. In 27 graden. Oké, guys, op dit moment ben ik weer aan het doen waar ik het beste in ben. Aan de waterkant zitten, niks doen, genieten van de zon en bruin worden. Oprecht, ik ben er echt heel goed in. Maar ik ben niet de enige, ik heb hier mijn team gevonden, mijn squad. En dit hele water hier, het is gewoon bijna een privé zwembad. Ons appartement is echt daar. En ja, nou kijk zelf maar. En uiteindelijk is iedereen al weg. Zijn wij te laat voor de taxi? Is het al 5:20 en we zijn weer te laat. Wij zijn echt verschrikkelijk laat. Je ziet er wel goed uit, Ska. Thanks, babe. Oké, we gaan nu naar het centrum en dan gaan we essen. Ik sta weer ergens, joh, dat wil jij niet weten. We gaan hier binnen eten. Hier is een heel leuk restaurantje. Ik ruik erg veel vis. Ik weet niet of jullie het al horen. Maar we zitten hier. Gaan we daar dus eten. Oh, jongens. Kijk dit nou. Jongens, doe mijn horloge. Potverdikkie. Lau, zit je er lekker bij, schat? Dit shot is serieus zo fantastisch. Oh my god, sorry. Oh shit. Oké. Okay. Ja joh. Maakt niet uit. Don't care. Daar kan ik me nou echt niet druk om maken, hè? Zulke dingen. Kijk jongens, kijk wat Sophie gedaan heeft en kijk hoe schuldig ze zich voelt. Okay. Schatje, daarom, jij wilde gewoon heel lief kijken hoe mooi beeld dit was. Dat was het. Zie je dat? Ongelooflijk. Dag liefje. Service jongens, dat krijg je alleen in Turkije hier. Als het moet, bestelt hij een wasmachine nu. Dat is wel echt serieus alleen in Turkije. De service hier is altijd zo goed. The golden hour has arrived. We zitten aan tafel met z'n allen. Het is werkelijk te gezellig hier. We moesten alleen nog even shooten. Dus we hebben ongeveer met z'n zessen alle locaties op deze prachtige plek afgewerkt. En het is echt heel mooi gelukt. We komen terug en het eten ligt op ons bord. Dus we gaan nu lekker eten. My god, wat lekker. En we zijn weer eens op een prachtig plekje op deze aarde beland. Jeetje, wat is dit mooi zeg. Oh, kijk nou, er wordt gewoon speciaal gedanst voor de theater. Kedeng! En het grappige is, Ali B komt hier als het goed is serieus een optreden geven. Het is nog maar donker, dus ik dacht, oh shit, ik baal echt dat ik op slippers loop en dat ik geen trui bij me heb. Nou, kan je vertellen, het is bloedheet. Ik zat met haar in de bus. Daarnaast te praten, ze is ook geadopteerd trouwens. Mm-hmm. En dan ben je echt met elkaar in een heel boeiend, diepgaand gesprek. En wat doet Fred? Dit is mijn eerste maatje die ik in mijn leven heb gevonden. En hij flikkert gewoon om de 5 seconden in slaap. Niet! Maar echt gewoon zo. Gewoon 3 keer in een uur. En dan moet ik nog even vragen, slaap je? Nee. Maar dan nog 2 seconden later. Alleen wacht even, ik sliep wel. Goedenavond! Met z'n allen hier dan! Springen! Iedereen gaat springen! En iedereen gaat springen!
er niet. Het is zo aanstekelijk, schiet een drietje. Twee handen in de lucht, handen in de lucht. Hele goede morgen jongens. Welkom weer terug in deze video. Het is inmiddels dinsdag en we gaan naar huis. We zijn aan het inpakken. We moeten echt over 2 minuten buiten ontbijt zijn beneden. Want over een kwartier vertrekken de taxis weer naar het airport. Perfect. Banaan. Turkse pizza. Geen idee. Gezelschap. Joehoe. We gaan nu lekker met bussen van Corendon weer terug naar het airport. Delfin is trouwens een onderdeel van verschillende resorts. Ze hebben allemaal verschillende onderdelen en wij zaten in het BE Resort. Absoluut een aanrader. En daar zijn we weer. Boeing 737-800. En het is serieus een toestel wat pas 4 weken in de lucht hangt. En het is werkelijk fantastisch. In Amsterdam bij Schiphol. Net aangekomen. Op weg naar de auto. En dan let's go home. Reis gaat, toch met Corendon? Schat, die Corendon, ik ben steeds versteld hoe alles georganiseerd is. Het is echt heel strak gedaan. De landing was perfect. Dat was echt bijzonder. Echt heel bijzonder, I know. Heel bijzonder. De mensen en vooral Attilij, de directeur van Corendon. Zo'n lieve man. Heel bescheiden. Eigenlijk iedereen die we hebben ontmoet, ja, waren echt lief. Ik ga mijn video afsluiten. Het is echt heel veel meer dan genoeg geweest. Oh, zo veel materiaal, ja. Jeetje, oké, we zijn thuis. Guys, vond je hem top? Duimpje omhoog. Even doorscrollen naar haar. Ja. Vergeet je niet te abonneren. Ja. En zie je in de volgende video. Ja, heftige vlog dit. Woe. Fantastisch. Ik ga slapen.